Dinsdag 20 augustus zijn de voetbalwedstrijden in de poolfase van de Altena Cup gespeeld. GRC 14, Sleeuwijk, Wilhelmina 26 en de Dussense Boys gaan naar de finale pool van de Altena Cup. Wethouder Van de Ven van Sport kijkt uit naar aankomende zaterdag. Nou, ik ga in ieder geval zaterdagochtend, dan begin ik eens in Sleeuwijk, want daar spelen al dames. Ik probeer ook nog het een en het ander van de jeugd mee te pikken. En dan ga ik naar de grote finale bij GRC. En dan daar kijk ik uit naar een mooie wedstrijd bij een lekkere temperatuur. En wie moeten er in die finale staan? Nou ja, nee, daar heb ik geen voorkeur. Nee, ik sta boven de partij. En bovendien, ik heb niet zoveel verstand van voetbal. Ik ben maar een eenvoudige fietser. Dus van mij mag het elke team mag het zijn. Ik ben nu op de vier locaties geweest, hè, bij de voorrondes. En ik heb gezien dat er overal aardig wat mensen zijn. Er is goede sfeer, het was lekker weer. Maar ook de geboorte van het geheel meegemaakt op het gemeentehuis. Met ook het maatschappelijk karakter eromheen. Hè. Dus ook aandacht voor roken, voor voeding en dat soort zaken. Maar als ik zie wat er nou gebeurt en er ruim 3000 voetballers de aanstaande zaterdag actief zijn. Dan denk ik, dit is een geweldig initiatief. Dus ik hoop van harte dat het ook weer gecontinueerd gaat worden. Ook de wethouder vindt het belangrijk dat de Altena Cup meer is dan alleen voetbal. Nou ja, kijk, we zitten natuurlijk toch in de fase dat gezondheid steeds belangrijker wordt. Hè? In allerlei opzichten. Of dat nou het roken is, wat we van de week weer op tv hebben gezien. Dat mensen coaching nodig hebben om het roken onder controle te krijgen. Maar ook het verhaal rond obesitas. We weten natuurlijk allemaal hoe dat het in de kantines eraan toe gaat. Zowel op scholen als in sportkantines. Dus hoe meer aandacht voor dit soort zaken er is, ik denk hoe beter het ook is. Ik heb sport in mijn portefeuille, maar daarnaast ook gezondheid. Dus wat mij betreft wordt er een zwaar accent gelegd. Ik bedoel, sport is gezond, dus waarom zouden we die andere factoren als alcohol, nicotine, eten, gezond eten enzovoorts er niet als een automatisme bij betrekken? De uitslagen waren als volgt. In pool A, Almkerk Woudrichem 0-0, Wilhelmina 26, Almkerk 1-0, Woudrichem Wilhelmina 26 0-1. In pool B, Noad 32, Sparta 30, 1-1. Dussense Boys, Sparta 30, 3-0. Noad 32, Dussense Boys, 2-3. In pool C, Altena Kozak Boys, 1-1. Altena GRC, 0-0. Kozak Boys 2, GRC, 0-2. En in pool D, Sleeuwijk, Be Ready, 3-1. Be Ready, Achillesveen 2-3. Achillesveen, Sleeuwijk 0-3.